Welkom bij ZinTV, een programma over wat ons ten diepste bezighoudt. Mijn naam is Anne Tuk en normaal gesproken zit naast mij Leendert. Maar Leendert is vandaag lekker aan het genieten van een vakantie. Dus ik doe het alleen. Het thema vandaag is herstel vanuit een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Ik heb een aantal gasten uitgenodigd en de gasten waarmee ik nu start aan tafel zijn Nelly Eijwers en Amanda Gerwald. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Jullie zijn werkzaam bij het herstelnetwerk hier in Gooi en Vechtstreek. En jullie hebben ervaring in opgedaan zelf ook in het hebben van een psychische kwetsbaarheid. En hebben daar eigenlijk ook je werk van gemaakt. Ja. Nelly, zou ik met jou eens mogen beginnen? Ja. Vertel eens, jij... we hebben het over herstel. Herstel na een psychische, toch ontwrichtende situatie in je leven. Ja. Waar hebben we het over als we het over herstel hebben? Herstel is niet zozeer genezing. Herstel is leren leven met een kwetsbaarheid die je hebt. Is daarin mogelijkheden zien in plaats van onmogelijkheden. Herstel is leren leven met kwetsbaarheid, mild zijn voor jezelf. Ja, dat. En kan je er een voorbeeld van geven? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is kunnen leven met? Kunnen leven met, toen ik zelf na mijn ontwrichtende gebeurtenis, na mijn depressies, ik keek altijd naar wat kan ik niet meer. Mm-hmm. Ik kon niet meekomen met mijn studie, ik had vrienden verloren, niks lukte mij meer. Dat is het enige waar ik naar kon kijken. Herstel leerde mij om te kijken naar wat ik nog wel kan, wat ik nog wel wil. Samen met een kwetsbaarheid. Ja. En niet, ik ga niet genezen, maar ik ga het samen met mijn kwetsbaarheid, ga ik dit doen. En dat is dus wat het begrip herstel inhoudt. Ja. Het kunnen leven met datgene wat je nu eenmaal mee moet dragen in je leven. En, Amanda, Nelly vertelt net dat zij dus een als ontwrichtende gebeurtenis, zeg maar, depressies heeft meegemaakt. Kan jij vertellen, jij bent ook bij dit netwerk betrokken. Mm-hmm. Wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond ligt ook in de psychiatrie. Ja. Uiteindelijk is daar PTSS naar voren gekomen, dus heel veel trauma zit daaronder. En wat is PTSS voor de mensen die misschien die term niet kennen? Posttraumatische stresssyndroom. Ja. En dat door vele heftige gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, ik kon dat niet meer rijmen in mijn hoofd. Ik raakte helemaal van slag af en... blokkeerde in het leven. Mm-hmm. Ik ben alles kwijtgeraakt. Huis, kinderen, man. En van daaruit moest ik het weer zien opbouwen, het leven. En hoe doe je dat als je niks meer hebt? En dat vond ik heel lastig. Maar die kwetsbaarheid, leren omgaan met trauma's, dat moest ik ook een plek geven. Ja. En dat is herstel voor mij. Van hoe ga ik, hoe heb ik dat gedaan en hoe moest ik dat doen? En die worsteling en... Uiteindelijk is het me allemaal wel gelukt, maar het was wel een hele weg om te gaan. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En jullie zijn dan werkzaam nu bij het herstelnetwerk. En wat houdt dat netwerk in? Wat doen jullie? Het herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek. Wij zijn regio, over de hele regio werken wij. Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband. Dus dat betekent meerdere welzijnsorganisaties zoals Jelinek, GGZ Centraal, Versa Welzijn en nog een aantal andere. Ja. Die samen maken deel uit van het herstelnetwerk. Die leveren diensten, die leveren ervaringsdeskundigen. Om samen, wij als ervaringsdeskundigen, wij bieden activiteiten op gebied van herstel voor de deelnemers, voor de inwoners van deze regio. Dus is dat dan zeg maar niet zozeer een ondersteuning als therapie? Want dat is wat we meestal denken, hè? Als je een psychische kwetsbaarheid hebt, dan word je behandeld. Mm-hmm. Of dan krijg je een bepaalde vorm van de therapie. Maar eigenlijk doen jullie dus iets anders dan behandelen. Ja, wij kunnen heel goed naast de behandeling bestaan. Dat is juist een hele mooie aanvulling. Wat wij doen is, dat noemen we dan persoonlijk herstel. Ja. In de trainingen en ontmoetingen die we organiseren. En dat zit echt, ik zeg altijd, dat is dat vlammetje in jezelf wat dan weer gaat branden. Door de ervaringen uitwisselen onderling. Dat is de kracht van de herstelwerkgroepen die we draaien, van de trainingen die we geven. En dat is de aanvulling op de behandeling. Het is geen vervanging, maar juist de aanvulling. Ja. Omschrijf ik het zo goed? Ja.
Dus het is een aanvulling op de, zeg maar, mag je dan zeggen, professionele? Of de GGZ-behandeling, ja. Of ja, als het vanuit Jelinek is, de verslavingsbehandeling. Ja. Ja. En eigenlijk aanvullend. En zit de kracht hem dan in dat je zelf die ervaring ook kent? Of in ieder geval een deel daarvan. En dat je met mensen, met elkaar, in een groep. Want ik hoor jullie ook zeggen dat je in een groep, met name met groepen werkt. Wij werken alleen maar met groepen. Want daar zit juist de kracht om de ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar, samen te werken aan herstel. Oké, okay, ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe zo'n groep eruit ziet. Maar daar gaan we, weet ik, straks na de pauze ook verder dieper op in. Mm-hmm. Maar ik zou wel benieuwd zijn, wat voor soort groepen hebben jullie? Waar moeten we aan denken? Als iemand nu bij jullie binnen zou lopen of met contact met jullie zou zoeken, waar moet je aan denken? Waar kunnen ze het voor terecht? We hebben allerlei cursussen. We beginnen bijvoorbeeld, we hebben verschillende activiteiten. Waar we het nu gaan over hebben, dus de cursussen. Begin maken met herstel. Ja. Wat is herstel? Wat betekent dat voor mij? En hoe kan ik daar vorm aan geven? Dus dat is onze meest laagdrempelige cursus. Ja. En daarna gaan we naar bijvoorbeeld honest, open en proud. Hoe kan ik trots en open zijn over wat ik heb meegemaakt? We hebben bijvoorbeeld een RAP-cursus, Wellness Recovery Action Plan. Dat gaat erover van hoe maak ik een eigen gereedschapskistje voor mezelf om te leren omgaan met wat mij allemaal overkomt. En zijn dat bijvoorbeeld dan cursussen waarbij mensen ook van elkaar leren? Ja, ja. Dus mensen wisselen eigenlijk uit van, goh, als ik voel dat ik depressiever aan te worden ben, dan helpt dat of dat. En om overeind te blijven, moet ik me dat er een beetje bij voorstellen? Ja, ja. En het is altijd wel onze kunst onderling om te leren van elkaar, maar elkaar zeker geen tips of adviezen gaan geven. Dat is niet wat herstel is. Nee. En hoe kijken dan de behandelaars bijvoorbeeld daar tegenaan? Want je wisselt een hele hoop uit. Dus ik kan me voorstellen dat er ook misschien geen tips gegeven mogen worden of adviezen, maar mensen toch van elkaar leren. Dat is gewoon geaccepteerd? Dat is echt een goede aanvulling? Het gaat steeds beter, ja? De acceptatie. Ja, zeker. Okay. Zeker. Maar je zegt steeds beter. Was dat dan was dat niet zo? Nee, het was zeker niet zo. Was het sceptisch of zo, denk ik wel. Mm-hmm. Van, kan dat wel? Want wat wij bieden vanuit voornamelijk GGZ-wereld, ja, dat is bewezen en zo moet het. Hè? Wij gaan jullie vertellen hoe je het allemaal moet doen. Ja. En wat wij doen is juist het van elkaar leren. Hè? En als wij allebei weten hoe het is om op die put te zitten, ja, dan we voelen elkaar aan en we weten hoe dat is. En dat is toch echt wel heel anders dan als je de verhouding hebt van een psychiater naar een cliënt toe. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja, dus in het begin was het, maar dat gaat wel steeds beter. Door voorlichtingen die we ook geven, binnen behandelteams bijvoorbeeld. Ja. Om dit dus uit te leggen, van hoe werkt dat dan? Ja. Ja. En natuurlijk de ervaringen die cliënten teruggeven aan de behandelaren. Ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het herkennen en het idee hebben, ik ben niet de enige die rondloopt met zoiets. Dat is natuurlijk altijd een heel grote meerwaarde. Ja. Ja, ja. Hoeveel mensen bereiken jullie nou zo hier in het Gooien en Vechtstreek? Ja, we hebben daar eens over zitten sparren en we komen toch echt wel, we tikken wel ongeveer de 250 mensen aan. Per jaar met de vaste met al die cursussen. Groepen. Ja, met de vaste cursussen die we geven. Ja. De lotgenoten, contactgroepen en de herstelwerkgroepen die we geven. En we doen natuurlijk veel meer. Als er een festival is zoals Uit de Schaduw, doen we daaraan mee. Daar bereiken we ook een heleboel mensen mee. De inlopen waar mensen binnen kunnen komen voor een kopje koffie of informatie. Dus we bereiken echt heel veel mensen. Ja. Zijn we heel trots op. Nou, zeker. Dat kan ik me voorstellen. Wat een aanvulling. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen verder praten na de pauze. Maar eerst even luisteren naar een mooi stuk muziek van onze vaste huispianist, kan ik bijna wel zeggen, Paul Delcour. Thank you.
inmiddels aan tafel heb ik een nieuwe gast. Misha, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent vrijwilliger bij het herstelnetwerk. Klopt. Waar we het over hebben. Ja. Kan je eens vertellen, hoe ben jij bij het herstelnetwerk terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond is dat 35 jaar geleden bij mij bipolair type 1 werd gediagnosticeerd. Ja. Dus dat is heel veel vallen en opstaan door de jaren heen. Nou. En, daarbij, en bipolair 1, dat is manisch depressiviteit? Ja, inclusief de psychoses. Oké, okay, ja. Type 2 is dan stemmingsschommelingen, maar dan zonder psychose. Ja, dus jij hebt last van en depressies en hele manische buien gehad, zeg maar. Met zelfs ook psychoses. Ja. Ja, dat is even om uit te leggen voor de mensen die kijken. Dat is precies. Ja? Ja. En verder, ja, bij het herstelnetwerk, ik werd daar eigenlijk een foldertje bij de Rembrandt of bij de GGZ. Ja. En toen heb ik me aangemeld en voor de cursus werken met eigen ervaring. Ja. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ja. En is dat ook al lang geleden? Want je zei dat je dat vijf... was eind vorig jaar. Dus eind, dus tussen die 35 jaar geleden dat bij jou... jouw diagnose werd gesteld, je kwetsbaarheid werd vastgesteld en nu een andere manier van leven zit eigenlijk hele lange tijd. Ja. En heb jij al die tijd kunnen leven met je manisch depressiviteit? Ja, met vallen en opstaan. Suïcidaal geweest en zwaar psychotisch. En in manische episodes heel veel geld uitgegeven wat niet van mij... van de btw-rekening, dat soort dingen. Veel schade aangericht, ook in mijn omgeving. Voor mijn familie is het natuurlijk ook heel zwaar geweest. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik heb nu sinds drie, want ik heb ook daardoor, kip-ei-verhaal, een alcoholafhankelijkheid opgebouwd door de jaren heen. Ja. En dat hield elkaar in stand. Dus de psychiatrische kwetsbaarheid en de... En de afhankelijkheid van de alcohol. Je noemt het niet verslaving. Het is een mildere vorm ervan. Het is pure verslaving. Pure verslaving, ja. Ik ben gewoon een alcoholist in herstel. Drie jaar nu. Ja, ja. En en ik hoop dat ik die cursus... ik loop nu co-docent mee met die cursus die ik heb gekregen. Ja. En ik hoop dat ik hem dan daarna ook zelf mag geven. Nou, dus, dat zou geweldig. Dus ga je eigenlijk weer een stap verder. Ja. Dus je bent van, hoe noem je dat, cliënt, zeg maar. Of binnengestapt met het idee, ik wil iets gaan doen aan mijn leven. Ja. En ook mijn kwetsbaarheid gebruiken op een precies, positieve manier. Om anderen te helpen. En nu ga je eigenlijk een stap verder en ga je ook zelf zo'n cursus geven. Ja, en word jij dan door Nelly... meegenomen daarin? Is zij collega of begeleidt zij jou? Hoe gaat dat? De cursus vorig jaar heb ik van Nelly en Amanda gekregen. Ja. Daar ken ik Nelly en Amanda van. Ja. En nu loop ik met twee andere cursusgevers. Maar dat is heel mooi, Nelly. Want eigenlijk geef je dan dus, behalve dat jullie mooie cursussen geven, geef je dus ook mensen perspectief, zoals Misha, om te groeien en ook zelf dit weer in praktijk te gaan brengen voor andere mensen. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi concept. Dat is ook deel van het doel. En daarmee groeien wij samen, worden we als herstelnetwerk gewoon in Vechtstreek nog sterker en groter. Ja. En leuker. Ja. Dus ja, zo, ja. Mooi, ja, mooi. Ja. En is Misha nou een prototype persoon die bij jullie binnenstapt? Of wat voor mensen stappen er bij jullie binnen? Gelukkig allemaal verschillend, met allemaal verschillende achtergronden. Wat we allemaal herkennen in elkaar is een zekere die kwetsbaarheid. Het zekere, van het leven ging even niet zoals ik het had gepland. Ja. Ik wil soortgelijke mensen ontmoeten waar ik me fijn bij voel. En waar we samen aan herstel kunnen werken. En je hebt maar weinig woorden nodig dan ook. Precies. Ja. En die weinig woorden, dat zit hem in dat je weet dat de ander eigenlijk... Ja. Het soortgelijke ervaring. Precies. En dan gaan we zoeken naar de overeenkomsten. Ja. En niet naar de verschillen. Oké, ja.
Ja, en nou hoor ik ook wel eens dat er dan, als er mensen dan bij elkaar zitten, dat je ook wel eens kan hebben dat de een die vertelt iets en de ander heeft het nog erger meegemaakt en die ander heeft het nog erger meegemaakt. Hoe is dat bij jullie? Ik heb dat zelf eigenlijk nooit last van gehad. Ik heb afgeleerd in Schotland, Castle Crack. Daar ben ik voor mijn verslaving geweest. Is dat een afkikkliniek? Ja, ja oké. Okay. Ja, ik ken het. Ja. Ja. Hospital in Schotland. Mm-hmm. En daar heb ik bijvoorbeeld geleerd dat ik niet meer moet oordelen eigenlijk over mensen. En, mooi. Geen veroordelingen maken, geen vooroordelen. Waardoor ik heel open in zo'n groep sta en ik vind alle verhalen interessant. Ja, mooi. Ja. Ja. En alle verhalen zijn ook interessant. Ja, ieder heeft natuurlijk zijn eigen unieke verhaal en eigen unieke leven. Ja. Zie jij dat ook zo? Is dat bij jou ook de ervaring? Ja. Want jullie hebben ook heel erg gelijkwaardigheid, hè? Wat je heel belangrijk vindt in het werken. Het is niet zoals iemand binnenstapt dat hij dan tegen Nelly op moet kijken. Of vertel, hoe is dat? Het leuke van het herstelnetwerk is dat we leren van elkaar. En ook al is het voor mij alweer 10 jaar terug dat ik zelf in behandeling was. Dat ik zelf tegenover de psychiater zat. Ja. Nu, 10 jaar later, ik leer van jou, Misha leert van mij. En zo blijf ik dat doen. Ja. En dat is onze meerwaarde. Ja. En is dat ook de meerwaarde van de herstelgroepen in het algemeen? Want is dat misschien leuk om nog even uit te leggen van die herstelgroepen? Jij hebt het daarover, dat jij dat ook na de vakantie ook zelf gaat geven. Het lijkt me heel leuk. Kan je er nog eens iets meer over vertellen? Want misschien zijn er mensen die kijken die denken, goh, dit zou ik echt interessant vinden. Wat ik dus doe, ik zet mijn eigen ervaring echt in om anderen te helpen. En maar wat doe je bij zo'n herstelgroep bijvoorbeeld? Je komt binnen en dan? Wat zijn er onderwerpen? Of ja, het moet wel gestructureerd gaan natuurlijk. Ja. Maar er is heel veel ruimte voor iedereen om je verhaal, je ei kwijt te kunnen. En dan vertellen mensen dus iets waar ze op dat moment mee worstelen of heel trots op zijn of zo? Kan nou ja, of waar ze meestal al heel lang mee worstelen. Oké, ja. En bij de een is het trauma, bij de ander is het weer bipolair of hoe heet dat? Ik kom even niet op die andere. Borderline. Dus alle verschillende. Psychiatrie en verslaving discrimineert niet. Iedereen kan. Dat is ook zo. Alle leeftijden. Ja. Alle. Ja. Je ziet ook dat een enorme percentage in Nederland te maken heeft met een vorm van psychische kwetsbaarheid. Ja. 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 Volgens mij, wat de documentatie zegt, 1 op de 5 personen die heeft last van een psychische aandoening. 1 op de 5? 1 op de 5. En ook dat 48% ooit ergens in het leven wel eens persoonlijke ervaring heeft met zoiets. Ja, dus ik begreep ook, heb ik ook gelezen, dat het meest zeg maar kwetsbaarheden rondom angst, hè? Ja. Voorkomen. En dat hoor je ook veel. Ja. We hebben een tijdje geleden ook een uitzending gemaakt over jongeren met depressies, waar ook duidelijk werd dat gewoon heel veel met angst kampen. Ja. 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 Dat is gigantisch. Dat is heel hoog aantal. Ja. Ja. En als wij daar een ons steentje mogen bijdragen om samen met elkaar dit het hoofd te bieden, te bespreken, over herstel mogen praten. Ja, dat is echt super waardevolle bijeenkomsten. Nou, dat lijkt mij ook. Ja. Ja, dat lijkt mij ook. En zeker met alle enorme wachtlijsten die er nu zijn, is het denk ik heel goed, zijn jullie, als ik het zo hoor, een hele mooie aanvulling op wat er aan therapieën en ondersteuning. Ja, we zijn ook een beetje een schakel tussen de psychiater en de cliënt. Dus precies, ja. Je zit er tussenin, dus je kan wat meer bewegingsruimte. Ja, mooi. En die gelijkwaardigheid nadrukkelijk laten aanwezig zijn. En dat stuk mens, wat je bent naast die patiënt of die cliënt, dat weer laten groeien. En nou, prachtig. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Ik hoop dat er heel wat mensen kijken en ook denken, wat zou het fijn zijn om contact op te kunnen nemen met jullie. Is er een manier om contact op te nemen?
Ja, dat staat ook straks onder in beeld. Prima. Dus dat wordt allemaal getoond. Neem contact op en kijk wat we met elkaar kunnen betekenen. Ja, fantastisch. Nou, dankjewel. Dank je. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we nu luisteren naar het tweede mooie muziekstuk van Paul Delcour. Nou, geweldig. Dat was ook weer een heel mooi stuk. Dit was dan ZinTV voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken, Nelly en Amanda, die dan nu even niet meer aan tafel zit, en Misha, voor het mooie gesprek wat we hadden. En de kijkers voor het kijken.